Racing, persconferenties, hoe sta jij daar tegenover? Vind je het leuk of hoort het erbij? Of? Het hoort erbij. En het kost je veel tijd, maar ja, dat is goed, een goed teken. Hè. Als ze gauw niks meer van je willen vragen, dan ben je blijkbaar ook niet interessant meer. Dus dan doe je iets verkeerd. Nou zijn er die zeggen van ja, die Geesink die kan veel beter. Die moet al veel hoger staan en die moet al een etappetje gewonnen hebben. En er die zijn van ja, maar wacht nou even. Die jongen rijdt zijn eerste tour, die moet rustig gaan, leren. Wat vind jij nou zelf? Ah, ik denk dat de zesde plek tot nu toe gewoon heel erg netjes is. En dat ik het goed doe. En Tour is verschrikkelijk hoog niveau. Dus zomaar even zo'n etappetje te winnen, die komt ook niet op bestelling, zeg maar. Dus is ook nog lastig, hebben we gemerkt. En ik ben super tevreden over hoe het gaat. Kun je zeggen dat het leuk is om de Tour te rijden voor een renner? Als je klaar bent wel, ja. Als je klaar bent, dan was het wel leuk. Maar dan ben je de ellende natuurlijk gauw weer vergeten. Nee, het is wel leuk. Maar het is een enorm spektakel. Omdat al die mensen weer erbij afkomen, daar moet je ook van kunnen genieten natuurlijk. En dat probeer ik ook wel. Maar het is vooral als je voor het klassement rijdt, is het elke dag focussen. En elke dag met jezelf bezig zijn, maximaal eruit halen. En daar gaat het nu op dit moment in ieder geval al mijn aandacht naar uit. Klassement. Morgen is een rit waar misschien nog wel wat te halen valt voor jou. Waar kijk jij naar boven toe als je naar boven kijkt? Waar kijk je dan naar? Ja, ik kijk vooral naar de plek waar ik nu sta. En ik zou heel tevreden zijn als ik dat kan handhaven. En uiteraard als de mogelijkheid er is om beter te doen, dan zal ik het zeker niet laten. Maar ik denk dat, zoals net gezegd, het is in principe mijn tweede tour. Maar de eerste tour waarin ik de bergen gezien heb. En als je dan zo rijdt, dan mag je gewoon heel tevreden zijn. Tot slot, ben je veel aan het leren? Oh, achteraf, meestal leer je achteraf. Op dit moment ben je gewoon bezig met fietsen. En achteraf probeer ik nog wat, ga je evalueren en dan kijk je of je wat geleerd hebt. Waar moet je nou lachen? Ik weet niet, voor mij springt er iemand met water daar. Zo warm is het niet. Ja. Oké, dankjewel, succes. Zullen we gaan redden?